allereerste filmpje. Zeg maar gerust, film. In 92, toen had ik al wat gefilmd, samen met mijn broer. Die had als betaling voor een klus een Sony videocamera gehad, met een Betamax recorder. Loodzwaar en knoerte van accu's. Ik heb er nog rugklachten van. Maar verder, nee, dat is niks geworden. In 95, toen waren we 25 jaar getrouwd, kreeg ik van mijn vrouw een Sony Video 8 camera. Een stuk handzamer dan die Betamax van toen, maar nog steeds behoorlijk groot en zwaar. Zeker als je het vergelijkt met de huidige camcorders. Als beloning voor 25 jaar huwelijkse trouw hadden we onszelf een leuk reisje beloofd. Een kampeerreis naar Zimbabwe en Botswana. Daar staat al een tent. Ik zie hem. Mijn tent. Mijn tent. Ja, dank je. Dit moet jouw tent. Gauw nog een dikke accu erbij gekocht. Een setje video 8 banden en alles compleet, de cameraman kan aan de slag. Met twee terreinwagens en een groep van 10 personen zijn we door de bush gereden. En natuurlijk, daar hebben we mooie, spannende, gekke en leuke dingen gezien en gedaan. En dat is natuurlijk uitgebreid vastgelegd. Zonder enige kennis of beperking van het cameragebruik betreft, heb ik er een fantastische reisfilm van gemaakt. Om de film te monteren kocht ik een videomengpaneel, een thumbs up. Die sloot je aan op twee videorecorders en dan kon je selecteren wat je op de band wilde zetten. Dat waren VHS banden. Een heel gedoe, maar ja, je kon er wat mee. En zo ontstond mijn meesterwerk van 2 uur 47 minuten en 34 seconden. Iedereen moest natuurlijk komen om te zien wat wij allemaal hadden meegemaakt. Pas nadat iemand in slaap was gevallen tijdens de film, besefte ik dat hij misschien wat aan de lange kant was. En dan had ik al zoveel weggedaan. Toch zaten er wel leuke stukjes in. Dat bungee jumpen. Are you nervous? No. You I can see. I'm not nervous. No, I can't do anything down there. Nothing to me. Okay.
Marvelous. De blinde gitarist in Harare. De Victoria Falls en nog het een het ander. Het was in ieder geval voor ons een hele belevenis om dat allemaal mee te maken. Nou is de kwaliteit van de banden niet meer te vergelijken met de digitale mogelijkheden die je nu hebt. Tja, en met dat overzetten naar digitaal, dan viel af en toe het geluid weg. Nou ja, jammer dan, had je toch al weinig aan. Hoop windgeruis, nou ja, wat moet je dan mee? Daarna hebben we nog een aantal reizen gemaakt. Ook daar heb ik gefilmd, maar met een betere camera. En de films die waren beduidend korter. Helemaal nadat ik lid werd van Filmeren. Soms duurde zo'n filmpje maar 1 minuut. Inmiddels heb ik zo'n 75 films op YouTube staan. En een aantal die zijn duizenden keren bekeken. Kan niet anders. Of de kwaliteit van die films, die moet beter zijn geworden. Interessanter, boeiender, maar vooral korter. Dus als ik je een tip mag geven, word lid van een filmclub. En je prestaties, die gaan met sprongen omhoog. Voor Almere is er maar 1 club, Filmeren. Wil je daar meer van weten? Kijk dan op de website www.filmeren.nl. En haal daar je informatie vandaan. En wie weet, kom ik je nog eens tegen op een avond. In ieder geval, succes verder met filmen.